Enkele hongerende motorriers van motorclub Saturdara hebben afgelopen zaterdag afscheid genomen van een 20-jarige man uit Herkenbos. Hij was een week eerder om het leven gekomen bij een ongeval in Maria Hoop. Het slachtoffer was prospect bij de Saturdara Club. Voordat ze bij een motorclub komt, werd ze eerst aspirant lid. Dat ze dan toch eigenlijk al als volwaardig lid was behandeld, dat bleek afgelopen zaterdag. De leden van de motorclub waren massaal aanwezig. En dat zorgde voor een heel opvallende begrafenisstoet. Rond 3:00 middags werden er een erehaag gemaakt. Bij het forum aan de Amstelweg in Remun vond vervolgens een herdenkingsdeens plaats. En ook na afloop van die herdenking zou de begrafenisstoet met de motoren richting het crematorium rijden. Volgens een woordvoerder van de politie waren er vooraf duidelijke afspraken gemaakt. En de manier waarop de motorclub haar respect toonde, oogste vooral veel lof en waardering bij omstanders.